De voorbereiding zit erop. Laten we die even opnieuw doen. Heel de voorbereiding? Nee. Tati, eerste training voor Roda JC zit erop. Hoe is het bevallen? Ja, ik heb gisteren ook al wel een gedeelte mee getraind, maar nee. Heel goed bevallen. De jongens hebben me hier goed opgevangen. En de competitie gaat alweer beginnen. Die keuze voor Roda JC, daar is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan. Neem ons mee, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, ik had op zich relatief al vroeg contact met Roda. En op een gegeven moment ik had nog wat interesse uit het buitenland. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment een beetje afwegen. En uiteindelijk heeft het denk ik nog wel allemaal iets te lang geduurd. Maar blij dat ik nu hier onderdeel van mag zijn. De club heeft natuurlijk bepaalde doelen, die zul je zelf ongetwijfeld ook hebben. Wat zijn je persoonlijke doelstellingen voor dit seizoen? Nou ja, mijn eerste doelstelling is zo snel mogelijk wedstrijd fit worden. Ik heb natuurlijk eigenlijk bijna de gehele voorbereiding gemist. Dus veel voor mezelf gedaan, maar dat is heel anders dan de veldtrainingen en oefenwedstrijden. Dus dat is mijn belangrijkste doel op dit moment. Zorg dat ik zo snel mogelijk wedstrijd fit word. En dan is het ook doen waarvoor Roda mij ook gehaald heeft. En dat is toch ook wat ervaring toevoegen aan... aan de selectie en uiteindelijk is dat voor mij het belangrijkste, fit worden en snel staan en dan zorgen dat ik een stabiele factor kan zijn achterin. Guus, de voorbereiding zit erop. Hoe vind je dat die verlopen is? Prima, net zoals andere voorbereidingen. Het belangrijkste natuurlijk is dat iedereen zo fit mogelijk is geworden in de voorbereiding. Wedstrijden heb ik gespeeld, minuten heb ik gemaakt en richting de eerste wedstrijd hebben we gewerkt. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan, dus we zijn er klaar voor. Veel matchen achter de rug en die heb ik goed gedaan en het is goed verlopen, ja. En die wedstrijden vielen op dat je een nieuwe positie hebt dit seizoen. Je komt nu vanaf links. Hoe is dit tot stand gekomen? Ja, inderdaad was ik vorig seizoen op de 7 rechts. Nu sta ik op links op mijn favoriete positie. Dus ik denk dat dat voor mij beter gaat uitkomen. Ja. In de voorbereiding mochten er helaas bijna geen fans aanwezig zijn. Alleen tegen Alemannia Aachen. Hoe vervelend was dit voor jullie? Ja, dat is natuurlijk jammer. Er waren veel wedstrijden gepland die uiteindelijk werden verschoven. Of moesten in één keer op een andere locatie gespeeld worden in verband met... veiligheid van. Dus ja, dat is jammer dat dat gebeurt, want supporters die willen er ook graag bij zijn. En voor ons is het ook een stuk leuker om met supporters te spelen natuurlijk. Is het daarom ook nu extra motivatie dat die fans er dus morgen wel weer bij zijn? Ja, natuurlijk. Ik denk vorig jaar ook gemerkt, tijd zonder publiek speelt, de tijd met, dat met supporters toch wel een stuk fijner is en toch een steuntje in de rug is. Ja. Nu staat de competitie weer op het punt van beginnen. Is het altijd interessant om te zien hoe je er als team voor staat? Hoe schat jij deze selectie momenteel in? Ik denk dat we een prima selectie hebben. Maar waar we precies staan tussen alle teams, ja, dat is moeilijk zeggen. Er zijn heel veel ploegen die willen allemaal hetzelfde. Dus het gaat uitmaken door onszelf waar we staan. Dus en het begint vrijdag. Ja, heel goed. Ik denk dat er heel veel voetbal in zit. Een jonge groep. Hartstikke leuke mix, denk ik. En zin om... om nog fit te worden en hier voor Roda te mogen spelen. En je verwachtingen voor de wedstrijd van morgen? Ik denk dat we ons goed hebben voorbereid. En ik heb een heel goede verwachtingen. Met natuurlijk een overwinning. En gewoon veel kans voor ons. Nee, ik verwacht wel dat we 3 punten meenemen uit Dordrecht. Dat we daar wel onze verplichte, dat verplicht is aan Roda. Dus ik verwacht wel dat we gewoon gaan winnen.